Toen Jozef hoorde dat Maria een kindje verwachtte, was hij erg bezorgd. Jozef was een goede man die niet wilde dat de mensen gingen roddelen over Maria. Daarom besloot hij stilletjes de verloving te verbreken. Voordat hij dit ging doen, had Jozef een droom waarin een engel van God tot hem sprak. "Je moet de verloving met Maria niet verbreken," zei hij tegen Jozef. "Zij heeft niets verkeerds gedaan. Zij is uitgekozen om de moeder van Gods zoon te zijn. En zij zal de baby Jezus noemen. Hij zal op aarde komen om de wereld van alle zonden te redden." Toen Jozef ontwaakte, wist hij wat hij moest doen. Hij zou met Maria trouwen en voor de baby zorgen, zoals de engel hem had gezegd. Niet lang daarna gaf de keizer Augustus een bevel voor het hele Romeinse Rijk. Hij wilde er zeker van zijn dat iedereen belasting betaalde. Dat kon hij alleen maar controleren door alle mensen terug te laten gaan naar de stad waar hun familie vandaan kwam. Dan konden hun namen worden opgeschreven. Omdat de familie van Jozef uit Bethlehem kwam, een stad in Judea, moesten Maria en hij daar naartoe gaan. Na een dagenlange reis kwamen ze eindelijk aan in het stadje Bethlehem. Er was een hoop drukte en lawaai in de stad, vanwege alle mensen die er waren om zich te laten inschrijven. Maria en Jozef zochten een plaats om te overnachten. Maar de herbergen waren vol. Er was nergens plaats. Maria zag er zo moe uit dat een herbergier medelijden met haar kreeg. Hij bood zijn plaatsje aan in zijn stal. De stal was vol dieren. Hij was niet erg schoon en het stonk er. Maar Maria kon in ieder geval uitrusten. Diezelfde nacht kreeg Maria haar zoon. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem voorzichtig in een kribbe te slapen. In de heuvels bij Bethlehem pasten herders op een kudde schapen. Plotseling zagen ze een stralend licht aan de hemel. De herders waren doodsbenauwd. Ze sloegen hun handen voor het gezicht. Wat kon dit zijn? Toen verscheen de engel van God die zei: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik kom met goed nieuws dat vreugde brengt aan alle mensen. De koning die God beloofd heeft, jullie redder, is vandaag in Bethlehem geboren. Jullie moeten de baby gaan zoeken. Hij ligt te slapen in een kribbe." Daarna verscheen een groot engelenkoor aan de hemel dat zong: "Prijs God en vrede aan iedereen op de aarde." De engelen verdwenen en de lucht werd weer donker. De herders wisten dat ze snel naar Bethlehem moesten gaan om deze nieuwe baby te zien. Ze brachten hun schapen in veiligheid en gingen op weg. In Bethlehem vonden ze Maria en Jozef met hun zoontje. Hij sliep in een kribbe, zoals de engel had gezegd. Nadat de herders van alles over de engel aan Jozef en Maria hadden verteld, gingen zij terug naar de velden. Op weg naar hun schapen zongen ze liederen ter ere van God. Ze zouden deze nacht nooit vergeten.